Piep. Hier Tim van Secret in Japan en ik ben in Hirakata. Dat is in de buurt van Osaka. En hier achter mij is het Staya, een van onze retailers. En waarom ben ik hier? Wel, zoals dat bij het Toyota Management System ook altijd gezegd wordt, go to the Gemba. De Gemba is de plek waar de waarde gecreëerd wordt, waar effectief met de klant in contact wordt getreden om die waarde te leveren. Dus ik ben naar hier gekomen om te kijken hoe dat in het echt verloopt. En misschien kunnen we er nog iets van leren. Go to the Gemba en dan zijn er altijd dingen die je te weten kan komen. Voilà, we gaan eens kijken. Klein display, maar ze verkopen ontzettend goed hier in Japan. Daarom dat ik hier ben gekomen om u te bedanken voor het prachtige werk dat ze doen. Het wordt ook door Japanners en ook door toeristen gekocht. Vooral de Chinese toeristen zijn erg geïnteresseerd in het product. De klanten zeggen van kijk, wauw, het ziet er echt wel heel trendy uit. Het is een mooie winkel, leuke winkel hier. Op dezelfde locatie, of bijna dezelfde locatie als de allereerste Tsutaya. Heel lang geleden, misschien 30 jaar geleden of zo, moet ik eens even checken. Het hele Tsutaya-verhaal is hier begonnen, op deze plek, deze stad, Hirakata City in Osaka. Van een gewone videotheek zijn ze geëvolueerd naar een lifestyle store. En dus hier kan je van alle leuke spullen vinden om een mooie, bewuste lifestyle te leiden. De mensen van de winkel zeggen ook van kijk, dus de mensen in Osaka die komen in de winkel en die willen die spullen aanraken. Die willen kijken van hoe het voelt enzovoort. Dat is typisch voor mensen hier in Osaka. In Tokio is het allemaal wat serener, wat stiller en wat rustiger. Zo, terug in het station en dan gaan we nu naar de volgende Tsutaya. Deze keer gaan we naar Umeda. Dat is in het centrum van Osaka. We nemen zo graag de trein. Ongeveer een dik half uur. En dan zie ik jullie daar weer bij Umeda Tsutaya Bookstore. Een nieuwe Gemba. Kijken wat er daar allemaal aan de hand is. Umeda Tsutaya zit hier achter mij in dit gebouw op de 9e etage. Lukua Shopping Center, Shopping Mall. Het is een soort department store. Waarom gaan mensen naar Tsutaya hier? Dat is om een lekkere koffie bij de Starbucks te drinken en te genieten van een boek. Inspiratie, lifestyle, zoeken naar cadeautjes voor hun vrienden, familie enzovoort. En onze wallets zitten daar dus ook. En wat hebben ze nog in de buurt? Kijk hier, een schaatspiste. Ja. Umeda, fijne plek. Kijk, sofa's, boeken, lezen, lekker koffie. Waarom gaan we eigenlijk naar de Gemba? Dus de plek waar de waarde gecreëerd wordt, de Gemba. En dat betekent dus niet alleen de productielijn waar de producten in elkaar gezet worden. Dat is ook waarde, ook heel belangrijk. Maar dus ook waar dat alle dingen gebeuren. Alle zaken, spullen, service, etc. die van waarde zijn voor de klant. Dit is de lijn, dus de Gemba, waar meestal dus in direct contact met de klant getreden wordt. Een organisatie is maar zo sterk als haar Gemba. Het komt er dus op neer dat we alles moeten doen om die Gemba vlot te laten draaien. En daarvoor moet je dus van achter je tafel, je bureau vandaan, effectief naar de Gemba gaan om te vragen en te kijken wat de mensen daar nodig hebben. Hoe je dus de mensen op de Gemba kan helpen om meerwaarde voor de klant te leveren. En dat is wat we dus deze keer ook hebben gedaan, of zijn aan het doen. Nu ga ik weer naar een andere Gemba in Kyoto, dus we zitten nu in Osaka. Nu gaan we een half uurtje of een uurtje met de trein richting Kyoto en daar spreek ik jullie opnieuw. Naar Kyoto, Okazaki Tsutaya.
Benieuwd hoe het eruit gaat zien. Het is de eerste keer ook dat we daar gaan. Leuke dag vandaag. 3 Tsutayas in 1 dag in Kansai. Voilà, en we zijn er. Tsutaya Kyoto Okazaki, vlakbij het Rome Theater. Prachtig weer. De terrasjes staan ook buiten. Lekkere kopje koffie in de zon. Dat is de lifestyle Tsutaya in Kyoto. We gaan het binnen kijken. Tsutaya is vooral gericht op kunst. Een mooie plek, niet zo heel groot, compact, maar wel mooi. Is aan het Tsutaya-systeem is dat ze dus in hun flagship stores, ze zijn er volgens mij ondertussen 9 of 10, dat ze daar ook werken met conciërges. En dat zijn geen conciërges die de boel schoonmaken enzovoort. Nee, dat zijn specialisten op een bepaald gebied. Kunst, business. Als klanten dus een vraag hebben, dan kunnen ze bij de conciërge terecht. Op dat specifiek gebied en dan helpt dus die conciërge hun verder. Zo proberen ze dus klanten te helpen met het ontwikkelen van hun persoonlijke lifestyle en geïnspireerd te raken dus door kunst, business, eten, drinken enzovoort. Ik heb daarnet met een conciërge van dus de kunstafdeling gepraat. Zij vond ons product ook heel mooi, heel leuk. Zij gaat nu ontzettend haar best doen om dus nog beter, nog meer klanten blij te maken. Kijk, dat is altijd het resultaat van persoonlijk contact. Go to the game. Ziezo, wat een leuke dag geweest vandaag. Bij 3 Tsutayas langs gegaan. Hirakata, Umeda en Kyoto. Elk hetzelfde, maar toch weer anders. Andere thema's, andere focus. Ik ben blij dat ik langs ben gegaan. Vooral omdat we nu dus een... de gezichten bij de namen kunnen kleven. Zij hebben mij ook gezien. En uiteindelijk, het gaat toch om de mensen. Dus ik heb duidelijk gezegd aan hen dat ik er ben om hun te helpen, want zij zijn de Gemba. Zij zijn de plek waar dus onze producten bij de klant belanden. De frontlinie. En hoe beter zij dus waarde voor de klant kunnen leveren, hoe blijer de klanten en hoe blijer wij natuurlijk. Dit is waar het uiteindelijk op neerkomt. Ik zie jullie graag in een volgend filmpje over en out. En tot de volgende keer.